Hallo allemaal, hier Isa van Isa's Hamster Droomwereld. Ik ga jullie nu een filmpje laten zien van mijn hamsterkamer. Want al mijn hamsters zitten in mijn in eigen kamer en die heb ik nu helemaal klaar. Dat laat ik jullie zien. En ik ga jullie mijn konijnen laten zien. Die staan in de schuur. En ik laat jullie, ga jullie straks vertellen waarom ze in de schuur staan en dat leg ik dan allemaal uit. Dus als je deze video ziet, deel en like mij en ja, word abonnee en dan zie ik jullie. Doei! Nou, hallo allemaal. Dit is mijn hamsterkamer. En hier staan mijn hamsters, Musa en nog meer. Hier staan allemaal spulletjes die ik zelf maak en verkoop. Allemaal voer en bakken met spullen erin en zo. En hier zo staat sowieso een heel groot hok. Daar zit mijn hamster, Kiekeboe in. Die kan niet gekoppeld worden. Want dat heb ik geprobeerd. En ik weet niet. Ik denk dat hij een trauma heeft of zo. Maar ja. Ik weet ook niet wat. Maar dat, ja, daarom. En ik laat jullie sowieso nog een keertje zien. Hoe ik zo'n hok helemaal schoonmaak. En inricht. En dan hier zo binnen. Hier zo zit ik dan altijd. In mijn hamsterkamer. Hier staan nog meer hamsters. Dus Piepo, Roosje en Stella, dat is de moeder. En dan hier staan nog meer hamsters. En hier staan alle ja, knusselspullen en zo van de hamsters. Daar een leuk rekje met boekjes en andere leuke dingetjes. En hier zo heb ik alle bakken van alle hamsters. Ieder hamster heeft zijn eigen bak. Kijk, er zitten spulletjes in. En dat als ik het hok ga inrichten, dan heeft ieder zijn eigen spulletjes. En ja, dat was de video. En dan ga ik jullie nu mijn konijnen laten zien. En die staan in de schuur. Dus tot zo. Nou, daar ben ik weer. Ik ben nu in de schuur. En je moet niet opletten op de rommel, want er staan natuurlijk nog meer spullen in de schuur. Hier zo hebben we mijn konijn. Flekkie. Hier zit Flekkie in. Daar is Flekkie. Die hebben jullie al gezien in de vorige video. En daar is Flappy. Die hebben jullie ook al gezien. Flappy heb ik nu in een nieuw hok. Die heb ik op de kop gekocht. En die zit nu hier zo in. En Flappy zit dus in het. Flekkie zit in het oude hok van Flappy. Maar ja, waarom staan ze in de schuur? Dat is omdat voor de winter, ik weet niet of het echt een extreme winter kou zou worden. Dus daarom heb ik ze in de schuur neergezet. Om, ja, omdat het in de schuur warmer is dan buiten. En dan is het voor hun ook aangenamer om hier zo te, ja, in de schuur. Dus ja, daarom eigenlijk een beetje door eigenlijk een beetje de kou. Dat is het toch een beetje wat warmer. En dan ja, komt het wel goed met konijnen, denk ik. Ik heb sowieso. Ik zal even een hok openmaken. Dus dan Flekkie. En hier zit Flekkie in. Dat is Flekkie. Hallo Flekkie. Hey schat. Hey. Flekkie, ik heb sowieso heel veel van dat dit, van dat hooi erin gedaan. Wat je ook in paardenstallen als bodemdekking voor je stal doet. Heb ik dat voor de konijnen gedaan. Dat het extra warm is. En sowieso hier een laag zaagsel nog erin ook. En dan daar ook. En dan heb ik onder, hier heb ik ook allemaal van dat stro. En daaronder heb ik dan hele dikke piepschuimen platen neergelegd.
dat ze niet op de koude ondergrond lopen. Het is echt extra warm. En ja, dat. En dat heb ik bij Flappy ook gedaan. Hier is Flappy. Kijk, en wat Flappy heeft, dat is ook nog een wollen ding in zijn hok. Kijk dan. En dat heb ik dus bij Flappy erin gedaan. Dus. Maar we gaan nu heel even die voer. Ik geef ze plekje kom hier. Ik ga ze nu heel even voer geven. En dan ja. Zien jullie dat hoe ik dat doe. Ik geef ze sowieso altijd ochtends. En 's avonds. Dat vind ik beter. En dan voor de rest kan ik ze altijd nog tussendoor geven. Dus ik ga nu even hier zo staan. Daar heb ik een bakje in voor 8 meter. Dus dat haal ik in. Dat. En dan doe ik ze voer geven, kijk. En dat doe ik dan in het bakje. Zo. Voer. En ik geef ze altijd 's ochtends water. Nou, ze hebben nog water. Het zijn behoorlijke drinkers. Maar morgenochtend kunnen ze wel weer water krijgen. En dat was Flappy. Die heeft nu voer gekregen. En dan hebben we hier zo'n Flecky. Die moet ook nog voer. Flecky, nee. Ja, Flecky die probeert eruit te klimmen, maar dat is niet de bedoeling. Flecky ook eten. Nou, Flecky heeft ook nog wel wat water erin. Genoeg. En dan ja, ga ik jullie nu, dat is eigenlijk een beetje de konijn dingen. Dus ja, maar ja, daarom zitten mijn konijnen hier zo, dus dan, en dit is zo hoe ik elke dag eigenlijk een beetje alles doe. Dus ja. Nou, en dit was dan eigenlijk een beetje alles wat ik had te vertellen over deze vlog. En dan zeggen wij, nee, Flecky. Nee, kom, mensen. En dan zeggen wij vaarwel en doei. Tot ziens, tot de volgende keer. Hallo allemaal, ik wil nog even zeggen mijn excuses voor het tweede hoesten. Want ja, ik kon niks aan doen, ik ben verkouden, dus vandaar. En ja, tot ziens, tot de volgende keer.